Die werkt niet liever uit zichzelf. Een alleen staande vraag. Vraag niet hoe ze het verwerkt. Kleine moed en schoon met kleding zonder merk. Maar hij heeft het warm, dus het wordt niet opgemerkt. Geen gestukte muur in haar huis, gewoon verf. Met een boterham voor kleine, geen snoepjes, maar wat crackers. Een part-time baan, maar zeker beter dan niet. Ze haalt haar kleine weer van school. Geen auto, wel een fiets. Oh. Van overleven, soms is er eten. Al zou je denken van niet, dan zijn ze tevreden. Materialisme is niet voor hun wat geld. Gezondheid en liefde, dat is wat telt. Ze wordt vaak gebrikaliseerd, maar wat je ook vermeldt. In haar kleine ogen is mama de hel. Ze heeft niet op, ze speelt niet. Staat altijd klaar voor haar baby. Weinig centen, maar dat geeft niet. Toch is ze altijd daar, ze is een superheld. Ze is een superheld. Weinig centen, maar dat geeft niet. Mogelijk met weinig superheld, superheld. Toen verlaten altijd staat ze klaar als een superheld. Yeah. En doorzetten al die vrouwen in die actiefilms. Nog zo jong, maar hey, verstandig is ze. Abortus is wat de mensen haar toen adviseerden. Zij bewijst dat de mensen zich kunnen vergissen. Vaak vastbesloten om te vechten, geen instanties nodig. Niemand heeft te helpen, iemand een superheld zelfs als ze te redden. Het is tegen de wereld, mama zet de boel op stelten. Spijt hebben we van vroeger, ja dat is te laat. Weinig tijd voor haar, zelfs, en dat vindt ze naar. Soms is ze boos op de vader, en dan voelt ze haat. Maar hoe dan ook, ze staat altijd voor de kind in de eerste plaats. Stevig gebouwd, maar ze heeft niet gebreed. Dus bij elke cent wordt met de helden gebeten besteed. Je leert de kind de waarde van waardering, die weet dat niks meer waard is dan liefde die je mama je geeft. Oh.